De Droomfabriek in Leiden is een actie gestart voor KWF. Met deze bed-in-actie wil de beddenzaak een maand lang geld inzamelen voor de aanschaf van koppelbedden. Het is dit jaar voor de eerste keer dat deze actie plaatsvindt. Wij willen graag iets terugdoen voor de maatschappij. En we hebben ervoor gekozen om dat met bedden te doen. Omdat wij bedden verkopen, om ook iets met bedden te doen. En dit leek ons heel erg passend. Beddenwinkels die meedoen, die betalen een soort van startbedrag. Dan is de bedoeling dat die beddenwinkels zelf ook geld op gaan halen. Bijvoorbeeld bij klanten, maar het kan ook bij de sportvereniging zijn. Hoe ze het maar leuk vinden. Een koppelbed is vergelijkbaar met een ziekenhuisbed. Alleen kan deze gemakkelijk aan een ander bed gekoppeld worden. Thijs Gerding, zorgverlener bij Hospice Isoria, benadrukt het belang van deze bedden. Dat is heel belangrijk voor mensen die in de laatste fase van hun leven heel dicht bij elkaar willen zijn. En het is natuurlijk zo dat mensen die in een hospice zijn, die zijn terminaal. En als je een partner hebt, mensen die gewend zijn om ook in de huiselijke situatie bij elkaar te slapen, dan kun je dit zo dicht mogelijk benaderen. En dan kun je toch daar elkaar de intimiteit en warmte geven, waar je juist op zo'n laatste moment van je leven veel behoefte aan hebt. Gerding ziet ook van dichtbij wat voor impact deze bedden kunnen hebben op patiënten. Mensen stellen het erg op prijs om zoveel mogelijk de thuissituatie na te bootsen. En wanneer dat gefaciliteerd wordt door zo'n koppelbed, dan ga je dat heel dicht benaderen. En juist die impact op de patiënt was ook de reden voor de start van de actie. Wij hebben zelf van dichtbij meegemaakt dat iemand die je heel lief vindt in een zorgbed kwam te liggen, eenpersoons. En dat is natuurlijk gewoon heel erg triest. En met dit hopen wij dat voor veel Nederlanders op te gaan lossen. De actie loopt dus de hele maand juni en zal bij succes misschien volgend jaar weer plaatsvinden. Het mooiste zou zijn dat er genoeg koppelbedden in Nederland zijn. Dat is misschien een beetje veel gevraagd. Op dit moment doen er 3 winkels mee en een aantal leveranciers die het ondersteunen. Ik zou het mooi vinden als we 2 koppelbedden kunnen kopen.